Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we veel wolkenvelden boven Nederland, maar dat zijn gelukkig vaak hoge, dunne sluierwolken. Soms zijn ze wel wat dikker, dan houden ze de zon schijn tegen, maar een uurtje later wordt het dan allemaal weer wat dunner en dan kan de zon weer geregeld schijnen. Uit die hoge bewolking valt er geen neerslag, het is dus vanochtend overal droog. Ook vanmiddag houden we de mix van dunne en dikke, hoge sluierwolken. Dat betekent dus dat we een flinke zonnige perioden hebben en af en toe is het dan weer even bewolkt. Temperatuur rond 16 graden, dat is ruim boven het normale gemiddelde, dat is een graad of 13. Ook vanavond droge omstandigheden, in de loop van de nacht wordt het behoorlijk koud, temperaturen dalen in het binnenland tot 5 graden. Morgenochtend dus een frisse start, maar daarna opnieuw een flinke periode met zon en slechts een paar wolken. Het wordt 14 tot 16 graden, de zuidelijke wind waait vrij stevig met windkracht 4 à 5. Woensdag gaat het in de loop van de dag regenen? De eerste in het noordwesten breidt zich heel langzaam naar het zuidoosten uit. Donderdagochtend trekt dat weg en daarna wordt het droog. Vrijdag kan er misschien een buitje vallen. En ook in het weekend verwachten we enkele buien. Temperaturen blijven boven normaal. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl